Mexico. De kernuitstap kan je het best vergelijken met diëten. En je weet wel, je wilt diëten, maar je lichaam heeft energie nodig. En je kan energie krijgen door gezond te eten of door fastfood. Want fastfood geeft veel energie, is makkelijk en snel te maken en is vooral goedkoop. Maar op een dag sta je voor de spiegel en dan je reality check. Je ziet in de spiegel die extra kin, die bolle wangen, die zwabberende onderarmen, de scheten die ruiken naar Maarten zijn sokken. Enfin, het moment dat je beseft dat je geen love handles meer hebt, maar je eigen reddingsvest. Dus je gaat volledig voor de fastfood uitstap. Maar het is winter en de feesten komen eraan. Dus je wacht tot even tot na nieuwjaar. Maar ja, in januari moet je van receptie naar receptie, februari Valentijn, dan Pasen. In de zomer is het barbecue. Je blijft maar excuses verdienen. En elk jaar opnieuw zeg je, ik stop, geen kebab, geen frieten, geen Ben & Jerry's in mijn onesie gedaan. Fastfood uitstap. En je begint zelfs plannen te maken, hè. Biogroentjes kweken, hè. Veel fruit eten. Dus noods trouwen met Pascal Nasens, want je wil die gezonde energie. Maar dat is niet makkelijk, hè, want fastfood is veel goedkoper dan de gezonde manier. En wat heb je eraan dat je biogroentjes koopt, hè, voor een gezonde nier, als je om die groentjes te betalen die nier moet verkopen? Dus je verandert niet tot de dokter zegt dat je door die fastfood een probleem gaat hebben tegen 2025, hè. Want je gaat last hebben van ongewenste uitstoot van giftige gassen die ontsnappen langs al je scheurtjes. Allee. Dus eigenlijk heb je jaar de tijd gehad om gezonder te leven, maar dat heb je niet gedaan. En nu zit je met de gebakken peren. Maar ja, peer is fruit, dus je zit met de gebakken curryworsten. En daarom heb je al je vrienden gezegd om samen collectief te gaan voor een fastfoodstop, zodat er terug deftige lucht kan ontsnappen langs je scheurtjes. Zeg ermee!